Ik wist niet dat paarden konden hellen. Het gaat door merg en been. En als kanonnentrekkers gingen ze ten strijde. En als kanonnenvoer kwamen ze aan hun einde. Ja, een erg speciaal initiatief is het project Paardenkoorts. Het is een theatervoorstelling binnen het kader van de herdenking van de Grote Oorlog. Het stuk is een reconstructie, een soort ontmoeting van paard en mens, en symboliseert de dramatiek en het zinloze van de oorlog. Paardenkoorts zal 2 tot 3 jaar lopen en staat onder het peterschap van minister-president Chris Peters. Hij vond het bijzonder. Hij vond het exclusief dus. En omdat hij zelf het paard genegen is, en ook in het kader van de herdenking van de oorlog, vond hij dat een hele goede gelegenheid. En hij was trots om toe te zeggen dat hij wou Peter zijn van ons project. En wij zijn daar heel, heel gelukkig mee. Het stuk gaat op 30 april in première in het Volk Muziekcentrum in Dranouter. Er zijn 8 voorstellingen waarna het gezelschap zal rondtrekken op reservatieaanvraag. Het gezelschap is trouwens nog steeds op zoek naar extra sponsors en acteurs.